Welkom bij Vlogmas dag 5. Oh, 'cause we got Christmas soul. Yeah, we got Christmas soul. Goedemorgen allemaal. Oh, ik ben nog steeds niet helemaal beter. Het is vandaag dus 5 december, wat in de kerstsfeer niet helemaal is, want het is natuurlijk vandaag Sinterklaas, 5 december. Sinterklaas is vandaag jarig, dus gefeliciteerd Sinterklaas als u dit ziet. Helaas gaat u morgen alweer naar Spanje. Goed, in ieder geval. Goedemorgen allemaal. Het is dus vandaag 5 december. I know, ik voor een herhaling. Maar het is dus ook tijd voor de adventkalender, dag 5. Dus dat gaan we nu even doen. Daarna ga ik gauw even alles doen. Ik heb nog 3 kwartier, dus het valt mee. Ik ga even mijn licht aanzetten. Mijn deurtjes vallen op de grond. Ik ben nog steeds zo rieperig, zeg niet normaal. Goed, dag 5. Gisteren wist ik waar hij zat. Nu alleen even niet meer. Ik zie ook helemaal niks. Wat is dit dan? Oh, dit is 12, 5. 5 zit onder. Yay! Goed, dat is mooi. Hulp, ik sloop alles hier. 5 zit helemaal onderin. En is niet zo heel erg klein als ik dacht eigenlijk. Oh, we hebben echt iets leuks. Alleen kan het niet gebruiken. Kijk, we hebben een Fisher Pebble bad. Toffee Apple. Dat is voor een bad. Maar ik heb geen bad. Maar ik had het misschien wel een keer gebruikt bij mijn tante. Want die heeft wel een bad. Een visser. Zo leuk. Ik hou echt van die dingen. Maar ik heb gewoon geen bad hier. Dus dat is af en toe denk ik van ja. Weet je, ik kan die dingen wel kopen. Maar dan heeft het niet zo heel veel zin. Wat ook klopt. Want ik heb er niet heel veel aan. Maar goed. Dag 5 is open. Wow. Dat ruikt echt lekker. Mijn handen ruiken er helemaal naar. Oh, dat is echt heel chill. Ik ga mijn bed opmaken. Dat moet ik doen. Zo snel ben ik niet vandaag. Het is 6:55. Tussen 7:30 en of 7:30 en 7:45 moet ik de deur uit. Dus ik heb nog wel de tijd. Goed, om heel eerlijk te zijn heb ik nog ruim een half uur. Dus ik wil proberen nog een pot koffie te zetten. Alleen voor mezelf. Daardoor kan ik dus gewoon nog lekker wat warme koffie drinken en wat warme koffie meenemen. Het is ook lekker donker. Er is wel heel veel water voor nodig. Ik hoorde dat mijn moeder ook al wakker was. Mijn vader is niet thuis. Die is, moest vannacht werken. Of gisteravond. Oeh, dit gaat niet werken. Die moest gisteravond werken. Of gisteren overdag ergens werken. En die is dan bij zijn zus blijven slapen. Die woont daar vlakbij. Het is niet zo heel erg dicht bij huis. Dus vandaar. Ja, doe wel. 4 tot 8 kopjes. 4 kopjes en 8. Of 4 mokken en 8 kopjes. Ik haal het altijd helemaal door de war. Klepje dicht. Oké, koffie loopt. Toppie. Koffie zit inderdaad terug naar achter. Ik vind het zo na altijd, die dingen. Oh, het is altijd zo'n gedoe, maar hij loopt. Hij staat aan, dat is mooi. Ik ga even kijken of we nog ergens flesjes drinken hebben voor school. Want ik heb dus geen idee. Ik denk het bijna niet. Uh-oh. Wacht, ik heb een ander idee. Ja. Ik heb dus water in de koffiesapparaat gedaan, maar ik heb er helemaal geen koffie in gedaan. Dat is niet al geheel slim. Oh my god, serieus. Ik heb dus nu gewoon water in de koffiesapparaat zitten. In de pot. En geen koffie. Oké, wacht. Ik ga dit water... Kan je dat water gewoon terug doen? Ondanks het warm is? Ik heb geen idee. Ik ga het water gewoon terug in de koffiesapparaat doen en dan ga ik koffie zetten. Dit is nou meer koffie. Nou is het gewoon echt donker.
We zijn op school. En ik heb zo geen zin. Ik zie er blijer uit dan dat ik daadwerkelijk echt zin erin heb. Maar in ieder geval, we zitten vandaag tot 1:15 als ik het goed heb. Dus het valt mee. En we hebben heel veel praktijk, dus dat is op zich ook wel heel relaxed. En hier zitten we zo. Ik ben echt moe. Ik heb vanmorgen dus, omdat ik het verkeerd had gedaan, heb ik extra veel koffie gezet. En ik heb ook echt alles opgedronken, want mijn vader was natuurlijk niet thuis. Dus ik had vanmorgen 4 bak koffie op. Toen ik thuis was 2. En onderweg naar school ook 2. Dus ik heb het idee dat ik straks in één keer zo'n energiekick krijg. En dat ik super druk ga zijn. Maar ja, we gaan het zien. Ik hoop dat ik een beetje rustig hou vandaag. En anders heb ik mijn klasgenoten wel een beetje te dealen. Maar goed, we zien het wel. Zo, maar dan eerst een uurtje theorie. Dan, wat hebben we eigenlijk na Rianne? Wat hebben we naar Rianne? Dat is de docent. José. Ja? Oh nee hè. Dat is GAZ. Wat voor dag is vandaag? Woensdag. Ja, we hebben José. Oh, en daarna theorie op de praktijk. We moeten helemaal daarin lopen dan hè. I know. Ze plannen alles echt gewoon verkeerd in. Daar, dan weer daar. Dan... Dit is nou hier, daar en dan het midden. Dus uiteinde, midden. Dat is toch ook zo raar. Ik plan dat gewoon achter elkaar in. Maar goed. In ieder geval zo meteen les. En dan kijken hoe ik deze dag overleven. En ik probeer natuurlijk gewoon net als altijd zoveel mogelijk te filmen. Maar het is moeilijk, want je mag niet alles filmen op school. Je mag überhaupt niet filmen op school. Dus er wordt nog een uitdaging. Goed, ik ben uit. Gelukkig. Het was echt een lange, drukke dag, dus ik heb heel weinig kunnen filmen. Ik ben onderweg naar huis. Ik moet eerst even naar de supermarkt. Ik ga vanavond namelijk spaghetti eten, wat gemaakt is van courgette. Maar ik heb alleen de spaghetti en een gehakt, dus ik heb nog wel even wat saus nodig ofzo. Dus even kijken wat er lekker bij gaat zijn. Dus even een paar boodschappen halen. En dan ga ik echt door naar huis en dan hou ik echt mijn gemak, want ik heb vandaag weer een aanval gehad. Die is nog steeds lichtelijk aanwezig. Dus ik wil even een beetje mijn gemak houden en bijkomen. Ik heb echt heel veel moeite gedaan en heel erg goed geprobeerd om toch op school te blijven en me niet ziek te melden. Dat heb ik ook gedaan. Station. Dus, Heemraadlaan. Het is goed gegaan. Station. Goed, ik ben thuis. Oh. Ik ben thuis en ik voel me nog steeds niet lekker. Ik heb nog steeds heel veel pijn. Ik ga even mijn kerstboom aanzetten. Dat ga ik wel even doen. Zo. Ik heb dus nog steeds gewoon heel erg veel pijn. Ik voel me niet lekker. Ik heb een aantal boodschappen gehaald. Ik heb gehakt gehaald, uitjes gehaald, champignons gehaald, saus gehaald voor de pasta. Gehakt. Omdat mijn pa vanavond toch een balletje gehakt eet. En heel veel drop. En dan zou je misschien denken, waarom heb je drop gehaald? Ik kreeg vroeger altijd heel veel op mijn donder als ik te veel drop had. Want dan ging ik altijd heel veel van aan de scheid. Dat is normaal. Van drop ga je ook gewoon echt af. En aangezien ik nu al 2 weken niet geweest ben en ik gewoon weer mega verstopt zit, dacht ik, misschien lukt dat wel. Dus ik heb 2 zakken trekdrop gehaald. Ik heb een zak harlekijntjes gehaald met muntsmaak. Ik heb van die dropkrijtjes gehaald, van die gekleurde stickies. En hopelijk werkt het. Ik weet het niet. Ik hoop het wel. Maar ik voel me gewoon heel erg beroerd. Ik heb heel veel buikpijn. Ik heb vandaag echt mijn ontzettende best gedaan om het vol te houden op school. En dat heb ik gelukkig wel gedaan. Dus daar ben ik heel blij om. Maar ik heb even mijn maag gevraagd of ze het erg vond dat ik even ging liggen. Dat vond ze niet heel erg. Ik had gekleurde veters in mijn schoenen. Die heb ik eruit gehaald, want die waren veel te klein. Nu heb ik donkerblauwe veters. Vind ik eigenlijk ook wel iets leuker. Dus ja, ik haal de kussen van mijn bed. Moest vanavond er toch in slapen. En ik ga heel even liggen. En ik weet het is niet de leukste vlogmas video vandaag. Maar het komt omdat het voor mij ook gewoon weer eventjes niet mee zit. En natuurlijk heel veel school gehad. Waarin ik dus ook amper iets kon doen.
Dus ik ga heel even liggen en dan kijken wat ik voor de rest nog kan filmen voor jullie. Als ik überhaupt iets film. Dus even kijken hoe het gaat. Goed. Ik ben wakker. Ik zet jullie heel even zo even mijn lamp draaien. Ik ben wakker en ik zie er echt niet uit. Ik heb schijnbaar met mijn hand in mijn haar geslapen of sowieso. Mijn haar zit overeind. In ieder geval, ik heb geslapen. Ik voel me nog niet heel erg beter. Ik heb wel geen pijn gehad net toen ik sliep. En dat was wel even fijn. Pijn is wel iets minder, dus daar ben ik heel blij om. Ik hoop dat het ook zo blijft. Ik ga nu even eten maken. En daarna ga ik editen. Het is 4:15. Ik denk dat ik daarna ook niks meer ga filmen. Ik voel me nog steeds niet heel erg lekker. Ik hoop dat het morgen compleet anders is. Ik heb ook heel veel de hik nu. Ik weet niet hoe dat komt. Maar in ieder geval wil ik jullie wel bedanken voor het kijken. Deze video een beluidermpje omhoog. Op reis in mijn geval. En ik zie jullie morgen weer. Bij een nieuwe vlogmasdag. En hopelijk gaat het dan iets beter. Tot morgen.